Hallo, ik ben Messer en welkom terug bij Resident Evil Village. We zijn er weer. Waarom zijn we er weer? Er is een DLC uitgekomen, een tijdje terug al, ja. Die gaan wij uiteraard spelen. Ik ben weer bang. De DLC, kijk, gaan we met bonus kijken, is Shadows of Rose. Dat is een DLC met, waarin je speelt als Rose. Dat gaat verder op het verhaal van Ethan, hoe wij vorige keer gestopt zijn. Maar, heel belangrijk even, voordat wij beginnen, schenk ik nog even een glaasje van dat ene stamp even om mezelf in. Want dat ga ik wel nodig hebben. Want ik heb screenshots gezien van deze DLC. Sommige kleine screenshotjes. En dat zag er best wel engig uit. En ik weet, bij de normale game wist ik het een of het ander al. Oeh, dat is wel heel veel. Zo, dat is wel heel veel. Nou, bij de normale game wist ik het een of het ander al. Hier niet. Ik weet geen jumpscares. Dus ik ga natuurlijk mijn hele de pleuren schrikken. Ik neem een eerste slok van het een of het ander alvast eventjes. En dan gaan we maar eens lekker beginnen. Shadows of Rose. Ah, nou. Ik hoop dat mijn camera ook niet groot is, want dat weet ik dus even niet. Misschien kan ik hem nog ietsje kleiner zetten. Zo. Is dat te klein? Zo. Uiteraard, een nieuw game. Standaard difficulty. Dan krijgen we waarschijnlijk cutscene, dus ik ben... dan hou ik even mijn mond. Dan demp ik waarschijnlijk even mijn microfoontje. U kent het hele verhaal. Hey Kay, sorry I'm late. It's okay, I'm just enjoying the day. You said you had something important to tell me? I hope it's not about Chris wanting me to join his operation, because I already told him that's not happening. I see what he puts you and the rest of his Hound Wolf squad through. No thank you. It's not about that. It is about you. Me? I worry about you. How are things at school? Seriously, that's what you wanted to talk to me about? That group of mean girls still hassling you? You mean, are they still treating me like a freak? Hey! Uh-uh. Look at me. You are not a freak. I am. You know I am. That's why I keep my distance from everybody at school. If they knew what I really was... So, you don't have any friends that you can talk to? Talk to? About what? How I'm hardly even human? How I'm some kind of horrendous monster? But, hey, it's okay. I hardly ever murder my friends. What if there were a way to get rid of your powers? I'd get rid of them in a heartbeat. All right, well, I think there's something I need to show you. You already know about Miranda and the mutamycete, how she researched it obsessively and performed experiments on human subjects. Like me. Exactly. What you don't know is that we recently found some of her research. Apparently, she discovered a purifying crystal that can remove the mutamycete from its host. Purifying crystal? If we can get our hands on one of these, we might be able to weaken or remove your powers entirely. Are you kidding me? No. No, but her notes are incomplete. However, I think I have an idea where we can find the rest of her research. Let's do it. Let's find it. Where is it? In there. What? That's a fragment of the Megamycete. It absorbs and stores memories from people who pass away in close proximity, including Miranda, and everything she knows. If you enter its consciousness, you might be able to solve the mystery of the purifying crystal. Wait, what do you mean, enter its consciousness? So your deep connection will allow you to explore the information within. That sounds crazy.
You sound crazy. Yes. Yes. Yes, Rose, but not dangerous. Right? Think of it just like walking through somebody else's memories. You really think this can work? I think it's worth trying. What do you have to lose? How do I even do this? Shit, I don't know. Try reaching out to it. See what happens. Okay. Fine. What the hell? Rose is so weird. Yeah, it's like she sees things that aren't there. Creepy. Stay away from us, you freak. Imagine wanting to be friends with her. Definitely. Ew, something just moved on her hand. What's wrong with her? Shut up. Yeah. Rose feels it's like she sees things that aren't there. Freak. Creepy. Ew, something just moved on her hand. Go away. Freak. Oh, freak. Just disgusting. Please just stop! No. I'm still here. Kay. Kay? Where are you? Kay! This isn't right. Ja, zoals ik al dacht. Nu mag gewoon met hem hier. Ik zit in een third person, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Kan ik het ook uitzetten? Currently third person, dan kunnen we toch wel even. Mag dat niet uit? Dat mag zijn we niet uit. Wij spelen dus een third person, begrijp ik. Dat is prima. Moet ik even wennen aan die sensitivity hoor, want dat is wel heel laag hoor. Oké, dat is een stukje beter. Even kijken. Kunnen wij hier dingen oppakken? Oké, ik zit ook nog even op de controls te kijken, want dat was ook al in mijn zaklamp en al. Zal ik dat eens even bekijken? Nou, ik zie even geen flashlight, maar ik heb hem ook al aan. Moet eens kijken, joh. Maar goed, hier gaat natuurlijk alles fout. Hier hebben een briefje. Miranda's research claims that the Megamycy preserves the memories of people who passed away within its area of influence, absorbing them into its own vast consciousness. We all know, based on our previous encounters with the mold, that people who are contaminated with the Mutamycy are connected in a kind of mold network. If we extrapolate from this, we can surmise that subjects with a strong affinity of the Mutamycy should be able to use the network to connect to the memories of the dead within the Megamycy. It should be possible to verify this theory using the lab's Megamycy sample we collected 16 years ago. We just need a suitable subject with a proven connection to the mold. Unfortunately, this presents a problem. Our organization's policies prevent us from directly contacting civilians who are infected with the Mutamycy. Certainly, the ethical reasoning is understandable, but it has rendered the confirmation of this theory impossible. It pains me to think how much mankind could stand to benefit from this preservation and indexing of human consciousness. The possibilities of preserving or even reclaiming great minds. Perhaps there's some way of cutting through the red tape. Juist. Nou, voor de rest is hier niks. Dan gaan we die deur maar eens open doen, denk ik. Wait. What? Ik word hier dus al niet zo vrolijk van, hè?
spinnenwebben. Oos? Zakje? Een zakje hoofd is dat misschien? Ik weet het niet. Ik hoor iets lopen, maar ik hoor wat vallen. En dat is een beetje... Oh. Rest for daddy. Beetje viezigheid is het. Dat is het. Ja, beste mensen, ik ben weer heel bangig. En de laatste paar afleveringen van Resident Evil Village was ik niet zo heel bangig. Was ik er een beetje aan gewend geraakt. Maar nu ben ik toch wel weer een beetje... Vind ik het wel meer bespannend. Dat ik ook gewoon totaal niet weet wat me te wachten staat. Dat vind ik een beetje lastig. Maar jullie ook niet. Dus jullie gaan ook schrikken. Ik zie hier bloed. Hier ook. Ik denk dat ik daar naar boven moet. Wat is dit? Alweer van die torture toestanden. Nou, ik stel voor dat we dan eerst hier naar binnen gaan kijken. Hier een briefje. Niks van lijken of een plaspotje, dat wel. Even kijken. I'll be next if I'm not quick. I need to get that crystal. Nou, I'll be next. Nou, voor mij was die al next. Zo te zien. Is het niet heel gezellig met die man afgelopen, gok ik. Of vrouw. Is hier naartoe gebracht. Maar nu zitten wij dus in de mind van de Mega Mycete, begrijp ik. Ik vind het naar, hè, jongens. Ook dat jij moet. So gross. What is this? Ja, dat vraag ik me ook af, hé. Viezige viezigheid, dat is het. Wat zie je nog voor gekkigheid? Hier ligt een schoen. En die drupt weer van alles op mijn gezicht. Een schoen. Die kan ik eens even bekijken. Maar. Ik zie niets bijzonders. Het is gewoon een mooi schoentje. Ja. Ja, waarom hier alleen een schoen ligt? Ja. Joehoe. In het donkere kamertje, wie is hier? Ik ga van alles schrikken hoor. Oeh! Let me out. Let me out. Hallo? Is someone there? Dangerous here. What is? Why? Hang tight. I'm gonna see if I can find a key. Ja. Find the key to the cell. Ik heb ook nog geen wapens, hè, dat vind ik helemaal weer naar. Danger is hier. Oh. Juist. Oh jongens, ik vind het helemaal niks. Weet je dat? Ik hoor ook wat. Ik hoor een soort... ijzer heen en weer swingen. Is dat schilderij... dingen? Hoe heet dat? Die is nu ook dicht zeker? Oh nee. Oeh! Wat er nou? Zo. Roos. That's my name. Die kroonluchter die viel naar beneden. Dat zag ik niet direct, maar ik schrok gewoon van het geluid. Die vleeshaak. Daar moet ik naartoe. Is dat denk ik. Oh, zag jullie dat ook? Schaduw, hè? Niet dat wegliep. Verdomme.
Ik weet niet wat hier ook staat. Hier zijn een hoop lichamen. Een vleeshaakje. Ja, maar het feit dat dat ding er weer wiebelt, dat is natuurlijk ook niks. Niks goeds. Ja, nou. Gaan we eens even kijken wat die gedaante was die we daar zagen lopen. Het is ook niet goed dat ik dit op een zaterdagavond doe, natuurlijk, hè. Dus... Ik moest straks nog lekker naar bed, hè. Ik moest lekker slapen. De Selkie. Echt, het verdemmen. Oké. Okay. Oh, er komt wat uit. Oh, er komt wat uit. Huh? What the hell is this stuff? Erg naar. Nu begint het gedonder, weet je. Ik hoor wat, joh. Ik hoor wat. Ik word hier gewoon totaal niet vrolijk van. Oh, die deur. View map. Ja, maar ik weet wel waar ik naartoe moet. Gross. Oh, dat spul is helemaal raar aan doen. Huh? What was that? Ja, niks. Gewoon doorlopen. Ik wil er niks mee te maken hebben. Ik loop gewoon lekker door. Dit was toch die cel? Kijk, je wil het spul zomaar aan doen. Nou, zullen we dat maar eens openmaken dan? Met de Selkie. Hallo? Wat is dit? Oh god, godverdomme. Keep moving. But too dangerous here. Wacht even, joh. Wait up. Loop ze daar naartoe? Waarom loopt ze daar naartoe? Oh. Help me lift. Hey, wait, where are you going? Oh, dat ook moet ik mee. Nou. Ook hoor, nog meer gekheid.
Nog mijn mes. Oh, nog een roos. Hier komt mijn been, joh. Oh, maar dit is naar, zeg. There are more, and they all look just like me. Do you know what's happening here? No, no. It's gone. Hey, are you listening to me? Find the switch handle. And the switch handle's missing. Dit ziet eruit als een. Oh, kan ik alleen. Oh, kan ik opstaan. Kom vast, later wel pas. Need to find the handle quickly. Go deeper. Oké. Okay. Staat er op het briefje. Dat staat er op het briefje. Crouch, ja. Vieze stinkspulje. Wat hebben we hier? Deur met een slot, volgens mij, of niet? Nog van die other side. Nou, dat kennen we wel. Dat hebben we vaak genoeg gehoord, of gezien, of toestand. Dat komt nou niet echt als iets gezelligs. En ook niet echt als een roos. Oké, er liggen hier... Oké. Prepare for... something very... creepy, dames en heren. Jezus, mrezen. Oh, dit is wel heel eng, hé. Maar kijk al. So many bodies. Oh, wat enger. Oh, vind ik echt naar dit. Gert, Sideri. Oh, dat vind ik echt. Vies gedetailleerd, zeg maar. Het verdedigt hij toch? Oh! Did that really? Oh god. Nou. Dat was hem al. De eerste echt groeien. Ik sprong een beetje naar achter volgens mij. Oh, maar wat eng. Moet nou kijken, joh. Ik word er een beetje naar van als ik dat zie. Nou, nu dit nog. Open doen. Hallo? Die muziek, dat zit me niks, hè? De muziek... maakt mij altijd bang. Hier gebeurt ook... Wat? Dit is nu dicht. Dus nu moet ik inderdaad hier overheen. Hallo? Nee, waarom mag ik nou? Ik word hier niet goed van. Ik kan hier niet tegen. Oh, ik kan hier niet tegen, jongens. Er spant er nog eentje hier zo. Nog twee zelfs. Oh jongens. Ik hou hier niet van. Oh my god. What? Dead end. Oh.
Oh, oh, dan moet ik weer door. Ik dacht dat het voorbij was. Oh, hoepel op toch. Hé, hey, maar dit ken ik toch? Ik vind deze beesten heel naar. Heel naar. Oh, ik vind deze echt doodeng. Hey. What are you? Okay. What were those things? What is happening here? How? What is this? Where am I? Not until I get this out of my body. There's a crystal here that will remove the mold. I need to find it. And I'm not leaving until I do. Who are you? My guardian angel? Do you have a name? If you're an angel, then... Gabriel? Michael? Okay. Michael? What now? No. Dus de typewriter to save your progress, hè? Ja, ja. Dat gaan we ook zeker doen. En dan raak ik jullie eens even lekker op een cliffhanger laten, beste mensen. Het spijt mij enorm. Maar ja. Oei, ik heb ook nog één. Dat gaan we allemaal de volgende keer zien. Beste mensen, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Ik hoop dat jullie er weer zin in hebben. Ik ook. Ook weer niet. Maar ja, bedankt voor het kijken. En zie ik je doorgaan de volgende keer weer terug. Tot de volgende keer. Dag hoor.